Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal op deze dinsdag van 28 december. Zoetjes aan nadert het einde van 2021. In deze speciale editie gingen we op bezoek bij de minister van Volksgezondheid en vroegen wij hem hoe 2021 is geweest en wat we mogen verwachten in 2022. Uw aandacht voor de minister van Volksgezondheid, Dr. Anders Amar Ramadien. Beste Surinamers, we naderen het einde van het jaar 2021. In het jaar 2021 is het voor volksgezondheid een zeer dynamisch jaar geweest. Zeer bewogen jaar met veel ontwikkelingen. We zijn geconfronteerd geweest met 3 COVID-19 golven in 2021. Waarbij de 2 laatste golven zich gekenmerkt hebben door hele hoge infectiecijfers, heel veel besmettingen. Heel hoge druk op de gezondheidszorg op alle fronten. En dit heeft natuurlijk zijn consequenties gehad voor de totale gezondheidszorg. We hebben gezien achteruitgang in de reguliere zorg. Vanwege het feit dat de druk op de gezondheidszorg heel hoog was door de COVID-19 opnames. We hebben gezien dat in totaal sinds de COVID-19 pandemie zich heeft aangediend in Suriname in maart 2020, dat 1187 personen inmiddels het lief hebben gelaten. Onze gedachten gaan uit naar de families die allemaal een familielid, een naaste ofwel een geliefde hebben verloren. Condolences en heel veel sterkte. We hebben gezien in totaal 51.593 personen, Surinamers of personen in Suriname, die positief getest zijn. Dat is niet weinig. Als we kijken naar het sterftepercentage, dan komen we op een aantal van 2,3% aan sterften onder de positief getesten. Dat getal is vergelijkbaar met het wereldgemiddelde. Ik spreek enorm veel dank uit aan de zorgwerkers, aan ieder die mantelzorg heeft verleend, aan elke actor in de zorg die zijn bijdrage heeft geleverd om de gezondheidszorg in Suriname in het afgelopen jaar in stand te houden. Enorm veel dank. Ik ben ook enorm verheugd dat wij aan het eind van 2021 gekomen zijn in rustiger vaarwater. Dat in ieder geval in vergelijking met 2020 onze zorgwerkers ook een rustige jaarwisseling mogen meemaken. Ook zorgwerkers hebben familie. Ook zorgwerkers hebben gezinnen. Ook zorgwerkers hebben kinderen. Die ook optimaal gebruik willen maken van de liefde die de zorgwerkers mogen uitstralen. En dit keer naar hun familie. We naderen het einde van 2021. Wat zal dat gaan betekenen voor de zorg in Suriname? We hebben op diverse fronten meegemaakt hoe de reguliere zorg achteruit gegaan is. Controles van niet overdraagbare aandoeningen, bekende chronische aandoeningen zoals suikerziekte en hoge bloeddruk, zijn achterwege gebleven, zijn achteruit gegaan. Met name zien we dat ook in verslechtering van de gezondheid van bepaalde personen. Heel veel operaties die zijn uitgesteld geweest. Met het verminderen van de 4e COVID-19 golf zijn een aantal operaties weer opgestart. Zo hebben we ook 2 recente chirurgische missies gehad. De neurochirurgie missie en de kinderhartmissie. Waardoor weer onze burgers die aan reguliere problemen, gezondheidsproblemen lijden, ook geholpen zijn. In de COVID-19 pandemie. Dus het kan. En dat is ook de trend die we mogen gaan verwachten in 2022. 2022 staat in het teken van herstel van de reguliere zorg. Maar ook incorporatie van COVID-19 zorg in de reguliere zorg. 2022 staat in het teken van het grounden, van het uitvoeren van het vaccinatieprogramma via de bestaande structuren van het ministerie van Volksgezondheid. U weet het, we hebben sinds februari 2021
met ondersteuning van bevriende naties, met ondersteuning van landen die Suriname een warm hart toedragen, de vaccinatiecampagne mogen starten. Ik denk aan Barbados, India, China, Amerika, maar ook Nederland, die enorm veel ondersteuning hebben geboden. Niet alleen in het aanleveren van vaccins, maar ook in het aanleveren van medisch personeel, zuurstof en andere zaken. We zijn deze landen enorm veel dank schuldig. We hebben in totaal 501.000 prikjes neergezet in 10 maanden. Dat betekent gemiddeld 50.000 prikjes per maand, COVID-19 prikjes per maand. Op dit moment hebben 260.987 personen minimaal 1 dosis aan COVID-19 vaccin ontvangen. Als we dit uitzetten naar onze populatie in percentages, dan zien wij dat dat slechts neerkomt op 37,7% van de samenleving. En als we kijken naar de doelgroep welke op dit moment vaccins mogen ontvangen, dat is 12 plus, dan is dat 47,12%. We zien sinds de introductie van het boosterprikje in Suriname dat 18.882 doses aan boosterprikjes zijn toegediend. En zoals eerder gezegd, hebben wij totaal 506.809 prikjes toegediend. Wat betekenen deze vaccinatiecijfers voor Suriname? Het is duidelijk dat deze vaccinatiecijfers aangeven dat de samenleving nog niet volledig gevaccineerd is. Dat de dekking en de bescherming tegen COVID-19 nog niet optimaal is. We weten dat er ook ernstige dreigingen zijn op het gebied van COVID-19. De Omicron variant heeft zich inmiddels al in meer dan 80 landen gepresenteerd. Suriname is op dit moment nog gevrijwaard van het Omicron variant. Maar het is heel dichtbij. In ons oosterbuurland, Frans-Guyana, zijn er inmiddels al gevallen van Omicron bekend. Veel onderzoek is nog gaande naar de effecten, naar het verloop van de ziekte van Omicron variant. Wij zullen wijzer worden in de komende weken en ook daar aan de hand daarvan ons beleid aanpassen. Op dit moment geldt nog steeds de oproep voor de boosterprik. De oproep van de WHO, van gezaghebbende instituten, voor de boosterprik. Ook wij van het ministerie van Volksgezondheid nodigen u uit om het boosterprikje te halen. Die is nu beschikbaar vanaf de leeftijd 18 jaar naar boven. Het boosterprikje, zoals bekend nu en aangetoond met data en cijfers, beschermt extra tegen COVID-19. Maakt u hiervan gebruik. We krijgen, en het staat op de lijst, op korte termijn weer genoeg COVID-19 vaccins. Maar de vaccinatiecampagne, zoals eerder aangekondigd, zal in 2022 er ook anders uitzien. Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de vaccinatiecampagne via de structuren van het ministerie te laten lopen. Namelijk het BOG, de RGD en de medische zending. Uiteraard zullen er ook initiatieven worden ondernomen om geïsoleerd vaccinatiedagen te organiseren met de mobiele units. We roepen u op om de berichten te blijven volgen. Alle data is beschikbaar voor u. Checkt u de website bogsuriname.com en laat je vaccineren.sr. Deze websites beschikken over genoeg informatie over testlocaties, vaccinatielocaties en andere zaken, maar ook voor de mensen die van cijfers houden, de vaccinatiedata en andere data. We hebben in planning ook de incorporatie van COVID-19 zorg in de reguliere zorg. Het is belangrijk dat landen teruggaan naar de reguliere zorg. COVID-19 zal altijd blijven bestaan. Het zal afhankelijk zijn van de dekking en de bescherming welke een populatie heeft, hoe ernstig golven zich zullen voordoen. Ik roep dus ieder op om niet te overwegen
om uiteraard te kijken naar de ontwikkelingen in de wereld en aan de hand daarvan uw besluit te nemen om spoedig zichzelf te beschermen. Wat nog steeds geldt en zal blijven gelden, zijn de maatregelen opgenomen in het presidentieel besluit. Maar de belangrijkste preventiemaatregelen, en ik mag er trots op zijn dat Suriname een eigen benaming heeft hiervoor, en dat is Mohana. Dat betekent dat u te alle tijden nog steeds uw mond- en neusmasker moet opdoen, uw handen moet wassen en de nodige afstand van 1,5 meter in acht blijft nemen. Wat ook enorm belangrijk is, vooral nu wij in een rustiger vaarwater zijn, is het optreden van symptomen die passen bij COVID-19 en de tijd welke u gaat wachten om te gaan testen. Test u zo vroeg mogelijk. We hebben genoeg antigeentesten in voorraad. En ik roep u op om bij griepverschijnselen niet te aarzelen. Probeert u zichzelf zo snel mogelijk te laten testen. Alleen door snel te testen kunnen wij weten, identificeren en weten wij hoe snel u in isolatie moet. Het is natuurlijk niet prettig om zo geïsoleerd te blijven leven. Maar er zal begrip nodig zijn van de samenleving. En u hebt het in handen. Ik heb het in augustus dit jaar gezegd dat de samenleving een hele belangrijke verantwoordelijkheid heeft. U bepaalt het. U bepaalt het gedrag van die samenleving. En uw gedrag zal ook bepalend zijn voor het optreden dan wel het wegblijven van een golf. De regering doet er alles aan om die zorg te blijven bieden. Het is niet makkelijk. De uitdagingen zijn enorm. De reguliere zorg is achteruit gegaan en dient heel snel hersteld te worden. Vanuit de zijde van het ministerie van Volksgezondheid zullen we er alles aan doen om die nodige bescherming te brengen voor de samenleving. Vaccins zijn nog steeds gratis en zullen zoveel als mogelijk gratis blijven. Dat is de commitment die wij doen als regering. En natuurlijk kijken we uit naar uw commitment die u maakt om uzelf, uw naasten en anderen te beschermen. Naarmate we het eind naderen van 2021, wil ik als minister van Volksgezondheid een ieder een hele fijne jaarwisseling, een heel zalig uiteinde, maar bovenal een gezond en gelukkig 2022 wensen. De gezondheidszorg, maar ook de gezondheidsdreigingen zoals de COVID-19 pandemie, heeft aangetoond dat gezondheid uw meest waardevolle bezit is. Heeft ook aangetoond dat ziekte geen onderscheid maakt tussen ras, geslacht, leeftijd of andere zaken. En wij als ministerie van Volksgezondheid zijn ons daarvan zeer bewust. In samenwerking met de organisaties, zoals eerder genoemd, de PAHO, de UNICEF en anderen, zullen wij voor het jaar 2022 een aantal zichtbare projecten lanceren. Daarover zult u geïnformeerd worden via het programma VG Inzicht. Een programma van het ministerie van Volksgezondheid waarin de ontwikkelingen en activiteiten van het ministerie regelmatig worden belicht. Maar ook bij hoogtijdagen, zoals gezondheidsdagen, zullen wij komen met de nodige informatie en boodschappen richting de gemeenschap. Wij danken nogmaals namens het ministerie, mijn directie, staf en personeel van het ministerie van Volksgezondheid. Danken wij ieder voor de nodige ondersteuning welke het ministerie de afgelopen periode heeft mogen ontvangen. En hopen wij samen met u de enorme schade die is achtergelaten in de zorg als gevolg van de COVID-19 pandemie op te lossen. Een speciaal woord van dank aan alle zorgwerkers die gelukkig in 2021 aan het einde in veel rustigere situaties en in een veel rustigere omgeving
de jaarwisseling mogen meemaken met hun naaste en liefde. Afsluitend weten wij vanuit de regering, vanuit het ministerie, dat er vaak veel onbegrip is over de maatregelen die de regering neemt in het kader van COVID-19. Maar ik kan u garanderen en verzekeren dat mede dankzij de maatregelen die de regering consistent heeft aangehouden, wij vandaag de dag kunnen zeggen dat de golven wij met succes hebben kunnen doorstaan. Natuurlijk kost elk mensenleven en is elk mensenleven heel veel waard. En hopen wij dat de nodige beschermingsmechanismen en maatregelen die er zijn, ook door u opgevolgd worden. Dus ik roep nogmaals op, vergeet u niet Mohana. Vergeet u niet vaccineren en vergeet u niet boosteren. Dank u wel voor uw getoonde aandacht. En zo heeft u dan gehoord van de minister van Volksgezondheid. En met deze woorden zijn we ook gekomen aan het einde van deze aflevering van het COVID-19-journaal. Nogmaals zullen we erop attenderen om u te houden aan de Mohana-maatregelen. Het is bijna einde 2021. Overal zult u worden aangetrokken om te gaan feesten. Maar hou er rekening mee. Vijfde golf, die is om de bocht. Doe het verantwoord en we zijn er bij de volgende aflevering. Goedendag.